Voor we beginnen wil ik eerst iets delen over mijn podcast-sponsor. En dat is niemand minder dan Rowena Rousseau. Ik heb Rowena in aflevering 164 geïnterviewd over het verkopen van digitale producten, bijvoorbeeld via een Etsy-shop, eigen webshops en affiliate websites. Rowena weet echt alles over online geld verdienen en dan vooral zonder je eigen uren te verkopen. Wil je hier meer over leren, dan is haar Become Financially Free Membership echt iets voor jou. In haar membership deelt Rowena alle kennis, kunde en tools om je eerste online geld te verdienen. Maar let op, je gaat niet snel rijk worden of meteen 50k per maand verdienen, hoewel dat uiteindelijk wel mogelijk is. Het is eerst veel tijd en in energie investeren, zodat je na 6 tot 12 maanden je maandsalaris ermee kan vervangen. En met de kortingscode VRIJEMEIT50 krijg je maar liefst 50% korting op je eerste maand of op een premium jaarabonnement. Ga naar www.becomefinanciallyfree.nl of klik op de link in de beschrijving. Super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Mid Podcast. Mijn naam is Susanne van Duin en ik help jou naar een vrij leven. In deze podcast leer je meer over online ondernemen, persoonlijke ontwikkeling en financiële vrijheid. Benieuwd hoe ik je verder kan helpen? Stuur me vooral een berichtje. Veel luisterplezier vandaag! Huh? Ben jij opeens podcast expert? Deze vraag um, heb ik niet gekregen de laatste tijd. Maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn die dit zich afvragen. En ik heb het mezelf eigenlijk ook wel afgevraagd de laatste tijd. Zoals je waarschijnlijk weet ben ik een nieuw bedrijf begonnen. Ik ben gestopt als business coach en ik ben mij volledig gaan focussen op de podcastwereld. En dat doe ik met podcast Pioneers. Dat is een podcast advertising agency. waar ik dus. Um, uh, ja, vooruitstrevende merken helpen om aan uh, leuke, veelbelovende podcasters te komen om daar te adverteren. En andersom help ik podcasters dus aan uh, bijpassende sponsors. Dus eigenlijk, uh, nou ja, echt de matchmaking noem ik het. Um, en ja, en ik ben dus helemaal nu in het podcastwereldje gedoken en uh, ik verdien dus nu mijn geld in de podcastwereld. En ik heb mezelf inderdaad laatste tijd echt af en toe afgevraagd van... Huh, hoe ben ik hier eigenlijk beland? Um, ik profileer me nu, nou ja, soort van toch als expert. Uh, ik zou dat nooit zo letterlijk over mezelf zeggen. Niet omdat ik uh, onzeker ben, maar omdat ik denk dat als je echt expert bent, dat dat gewoon blijkt. En dat je dat niet per se echt hoeft te zeggen. Mag natuurlijk wel. Um, dus ja, de vraag is een beetje, hoe word je opeens expert in een ander vakgebied uh, dan wat je uh, daarvoor deed? En misschien nog iets breder, inderdaad. Hè? Hoe kan je iets nieuws gaan doen als ondernemer? Daar wil ik het in deze aflevering met je over hebben. En daarvoor kan ik eigenlijk way back gaan. Want ik ben best wel een beetje de Queen of Carrière-switches. Ik um, ja, eigenlijk begon mijn leven, zoals je misschien in de eerste aflevering ook had gehoord. Begon mijn, uh, mijn carrièrepad. Dacht ik richting uh, de geneeskunde. Ik wilde uh, geneeskunde gaan studeren, ik wilde arts worden, maar ik ben uitgeloot. En toen kwam ik eigenlijk al op een heel ander pad. Ik ben toen rechten gaan studeren, ik ben uiteindelijk jurist geworden. Maar ik heb een carrière switch gemaakt. En ik ga er nu even snel doorheen hoor, omdat je dit al in heel veel afleveringen ook kan luisteren. Um, maar ik zal straks gewoon vertellen, vooral hoe ik elke keer die switches kon maken. Daar gaat het vooral om. En niet zozeer over welke switches ik nu allemaal precies heb gemaakt. Maar goed, om je wel even een voorbeeld te geven, ik ben uiteindelijk geswitcht naar uh, een moderedacteur. Ik heb gewerkt bij een, bij een modevakblad. Uiteindelijk ben ik uh, PR-adviseur geworden bij een PR-bureau. Uh, daarna voor mezelf begonnen als freelance PR-adviseur en contentmaker. Ik heb ook een blog gehad. Uh, ik, heb, ik heb als reisblog de wereld over gereisd als reisblogger. Um, ondertussen ben ik ook um, ja, eigenlijk expert geworden op het gebied van locatie-onafhankelijk werken. Daar heb ik ook een boek over geschreven. Daarna doorgerold naar de business coaching. Ook een boek geschreven over meer verdienen als ZZP'er. Um, nou ja, ja, daar eigenlijk mijn business omheen gebouwd. En nou ja, sinds begin dit jaar dus <laughs> geswitcht weer naar uh, de wereld van podcasten. Nou, dat zijn best wel wat switches bij elkaar. En ik zie heel veel um, ja, stappen die eigenlijk elke keer overeenkomen. Ook al doe ik elke keer heel andere dingen. Maar om de switch te maken en om jezelf eigenlijk ook opnieuw in de markt te zetten en opnieuw een expertstatus op te bouwen, terwijl je ja, eigenlijk elke keer bij nul begint. Nou ja, daar zie ik dus veel parallellen in. En daar wil ik je in meenemen vandaag. Hoe het kan dat je eigenlijk opeens expert bent op, het, ja, op een ander gebied. Uh, en hoe je daarmee deelt ook uh, qua imposter syndroom. Want ik kan me best voorstellen dat je luistert en dat jij misschien ook overweegt om een switch te maken. Of misschien heb je recent een switch gemaakt. Maar vind je het nog spannend ook om jezelf echt opnieuw ja, te profileren als autoriteit op dat gebied? Om, ja, om, te, om te claimen dat je iets kan terwijl je eigenlijk nog niet de ervaring hebt. Uh, want ja, andersom is het, is het ook lastig, weet je. je je wilt je als, als, als autoriteit neerzetten, maar je hebt nog geen ervaring. Maar je gaat die ervaring ook niet krijgen als je jezelf niet een beetje autoriteit geeft. Dus het is, ja, het is een beetje kip of het ei-verhaal. Um, wat mensen dus, denk ik, vaak verlamt, waardoor ze uiteindelijk toch vaker blijven hangen in iets wat ze al doen, dan ze lief is. Nou ja, en zoals je merkt, ben ik daar zelf niet van. Ik ben zelf uh, nooit langer dan een paar jaar blijven hangen uh, in hetzelfde. En in het begin voelde dat een beetje alsof ik elke keer opnieuw moest beginnen. Omdat, omdat ik elke keer in het begin in een junior-functie moest beginnen. Terwijl ik voor mijn gevoel echt al wel meer in mijn mars had dan, ja, dan de junior-functie. Alleen ja, ik moest die meters nog maken. En ik weet nog wel dat ik een, ja, een paar jaar geleden eindelijk op een punt kwam in mijn business: dat ik dacht: van ja, nu ben ik waar ik eigenlijk moest, moet zijn. Waar ik eigenlijk al die, al die tijd al wilde zijn, maar niemand geloofde mij nog. Of, of misschien geloofde ik mezelf nog niet. Of wist ik niet hoe ik die paar jaar kon skippen. <laughs> nou ja, ik zou anders beginnen bij gewoon de laatste switch. En dan ook parallellen trekken naar eerdere switches. Kijk, op het moment dat je een switch maakt, zoals ik, naar de podcastwereld. Dan kan je natuurlijk denken, hè, hoe, hoe ben ik dan opeens podcast-expert? Maar eigenlijk is het natuurlijk de grap dat je nooit opeens uh, een switch maakt. Eigenlijk is dat heel vaak al aan het borrelen. En ben ik achter de schermen of voor de schermen vaak al ervaring aan het opdoen en kennis aan het opdoen. Om uiteindelijk de switch te maken. En begin je dus helemaal niet opnieuw. En zeker niet opeens. Dus als ik kijk naar mijn eigen nou ja, podcast-ervaring. Ik ben in uh, 2020 begonnen met podcasten. Dus dat is bijna vier jaar. Uh, en eigenlijk begon daar misschien al <laughs> indirect uh, onbewust de switch. Hè, toen ben ik namelijk daar ervaring in gaan opdoen. En in de zomer van 2023 heb ik mijn eerste podcast sponsor gevonden. Dat is ook een ervaring waar ik nu op voorbeduur. Maar op dat moment wist ik nog niet <laughs> Hè, dat ik daar later iets aan zou kunnen hebben. Ik deed dat gewoon. En ik heb. Uh, oktober 2023 heb ik de eerste podcastparty georganiseerd, waarin ik dus een, ja, een evenement organiseerde voor podcasters. Op dat moment ook puur vanuit fun. Uh, ik heb daar niet heel veel aan verdiend. Ik had daar geen verdienmodel achter. Ik had daar niet een soort agenda bij. Maar uiteindelijk heeft dat me ook weer een stapje in die richting van het podcasten gebracht. En eigenlijk als ik dus nu. He, op het punt waar ik nu sta, als ik dan terugkijk naar al die kleine stapjes die ik afgelopen vier jaar heb gezet in het podcastwereldje, dan hebben al die stapjes daaraan bijgedragen dat ik nu, tussen haakjes, opeens de switch, de switch heb kunnen maken. En dat ik nu opeens, tussen haakjes, autoriteit ben op het gebied van podcasten. Dat is dus niet opeens gegaan. En de, de, de les die ik eigenlijk ook zelf eruit haal voor, voor jou misschien, als jij ook een switch wil maken, is... Begin vooral dus met een klein stapje. En bij mij beginnen die stapjes eigenlijk altijd vanuit passie. Dus een podcast beginnen. Tuurlijk, ik deed dat ook voor marketing. Maar ook omdat ik dat leuk vond. Ik vind interviewen leuk. Ik vind delen leuk. Ik uh, heb nooit met tegenzin gepodcast. Dus ja, begin gewoon. En uiteindelijk is dit uh, een mogelijkheid om uiteindelijk een switch te kunnen maken als je dat wil. Omdat je gewoon meters bent gaan maken. En dat geldt ook voor mijn andere switches. Op het moment dat ik um, van jurist naar redacteur switchte, hè, dan kan je ook denken: hoe kan jij opeens redacteur worden? Nou, dat was dus ook niet opeens. Ik was eigenlijk al jarenlang aan het schrijven. Ik heb in 2013 die switch gemaakt van jurist naar redacteur. Maar in 2009, dus vier jaar eerder, begon ik al een blog. In 2010 was ik hoofdredacteur van het faculteitsblad van de rechtenfaculteit. Um, ik heb tijdens mijn eerste baan als jurist heb ik ook vrijwillig zelfs geblogd voor een platform over carrière. Waar ik trouwens ook al mensen interviewde over hun uh, loopbaan. Dus he, eigenlijk is, uh, ja, heb ik in 2010 zelfs al ervaring opgedaan, die ik, nu nog, ja, die ik nu eigenlijk versilver. Waar ik nu eindelijk geld mee verdien. Um, hetzelfde geldt met het stuk ja, redacteur naar pr adviseur hè? Hoe kan je opeens die search maken? Nou ja, redacteur en. PR-adviseur, dat ligt iets dichter bij elkaar dan jurist en redacteur misschien. Maar goed, je moet, het wel weer, uh, ja, je moet het wel weer durven en doen. Dus toen ik als redacteur werkte, toen merkte ik op een gegeven moment van... ...hé, hey, het staat me een beetje tegen om eigenlijk continu ja, hele kleine projectjes te werken. Eigenlijk moest ik elke dag twee artikelen schrijven, mi minimaal. Maar de dag daarna begon het weer opnieuw. En ik miste een beetje werken aan een groter geheel. En wat ik ook leuk vond... Aan het uh, um, redactiewerk is dat ik eigenlijk ondernemers een podium kon bieden op het platform. He, ik, ik ja, ik gunde ze een beetje PR eigenlijk. En nou ja, als PR-adviseur ben ik dat natuurlijk gaan regelen voor bedrijven om in de media te komen, dus in die zin um, ja, is die switch niet super uh, opvallend, denk ik. Nou ja. Freelancer worden is ook zoiets... ja, hoe begin je daar opeens mee? Hoe kom je aan klanten? Nou ja, dat is ook weer geleidelijk gegaan. Want ik ben in 2013... eind 2013 ben ik al begonnen met freelancen. En dat was toen echt letterlijk een uurtje per maand soms. Hè? Uh, je als jurist zelfs nog... dan maakte ik bijvoorbeeld een contract voor iemand... Of, of ik maakte een sommatiebrief. En uiteindelijk ben ik social media tekstjes gaan schrijven... voor een juristenkantoor. Om uiteindelijk, vanaf 2016... dus ruim twee jaar later... Helemaal voor mezelf te beginnen. Dus, nou ja, bottom line, het gaat nooit opeens. Eigenlijk ben ik elke keer al vanuit, vanuit passie, denk ik vooral, stapjes gaan zetten. Dus als jij nu denkt van ja, ik wil iets anders, maar ik weet niet wat, kijk ook eens welke stapjes jij misschien onbewust al gezet hebt. Zijn er bepaalde hobby's of bepaalde marketing dingen die jij al doet, die eigenlijk de zaadjes zijn voor een heel nieuw, nieuwe business? Wat dus eigenlijk nooit helemaal nieuw is, maar wat voortbeduurt op iets wat je dus eigenlijk al doet. Voordat we verder gaan, wil ik het even met jullie hebben over een belangrijk onderwerp voor ondernemers, namelijk je administratie. Voor weinig mensen een favoriet klusje, maar wel noodzakelijk. De boekhoudtool Moneybird maakt het begrijpelijker en leuker om je administratie te doen. Denk aan offertes maken, facturen versturen en ontvangen, facturen betalen en, mijn favoriet, inzicht krijgen in je cijfers. Ook je btw-aangifte doen is dankzij Moneybird echt een eitje... en je kan sinds kort zelfs ook een zakelijke bankrekening erbij openen. Via de link in de beschrijving van deze podcast... kan je Moneybird nu 120 dagen gratis proberen. Hetzelfde geldt voor het stukje locatie onafhankelijk werken. Daar heb ik op een gegeven moment ook mijn business omheen gebouwd... terwijl op dat moment was ik nog freelance PR-adviseur. En ik werkte freelance als PR-adviseur, maar ik werkte remote... Ik heb um, ja, vier jaar lang heb ik heel veel vanuit het buitenland gewerkt als digital nomad. Um, terwijl ik dus inhoudelijk PR deed. Maar de vorm was eigenlijk altijd al remote. En pas in 2020 kwam ik op het idee om daar toen echt mijn business van te maken. En ben ik een cursus gaan maken en coaching gaan geven rondom dat onderwerp. En nou ja, toen kwam ook mijn boek uit, Work Hard, Travel Harder. Dus... Dat was ook weer iets waarvan ik dacht van, ja jeetje, ik doe het eigenlijk al vier jaar. Ik ben echt wel een expert. Uh, en nu pas zie ik het. Um, nou ja, business coaching in hetzelfde ben ik eigenlijk ook een beetje ingerold. Omdat ik op een gegeven moment ging coachen op het gebied van locatie onafhankelijk werken. Maar om een goede remote ondernemer te zijn, moet je vooral een goede ondernemer zijn. En het remote is op zich niet zo'n hele grote uitdaging. Zeker tegenwoordig. Dus ja, op een gegeven moment was ik gewoon mensen vooral aan het business coachen. En dacht ik: van ja, hè, laten we het beestje, beestje bij het naampje noemen. Ik ben eigenlijk gewoon business coach. Dus ja, toen ben ik opeens daar uh, soort van expert op het gebied van verdienmodellen. En toen ben ik natuurlijk mijn rubriek gestart. Ook weer ja, vooral uit interesse, niet dat ik daar iets mee verdiende. Ben ik mijn rubriek gestart: Zij verdient een ton. Om vervolgens, na twee jaar, daar weer een boek over te schrijven. En om op die manier ook weer meer expertstatus te krijgen. Nou ja, ik denk dat je wel snapt um, waar ik heen wil en waar ik op doe. Maar ik, ja, ik geef je gewoon even veel voorbeelden. Omdat je dan de parallellen gaat zien. Omdat je gaat zien van, hé, hey, inderdaad, het is nooit opeens. Die expertstatus, die hoef je niet opeens te claimen. Die groeit eigenlijk vanzelf door gewoon dicht bij jezelf te blijven. En gewoon dingen te doen die je leuk vindt. En dan bouw je daar eigenlijk al ja, meters mee. Dan maak je daar meters mee. En op het moment dat je wel besluit om daar echt je business van te maken, dan kan dat. Dan hoef je niet helemaal op nul te beginnen. Want je hebt de hele tijd al eigenlijk onbewust daaraan gewerkt. Nou ja, ik heb af en toe ook heus wel eens um, een heel klein beetje imposter syndrome. Dat ik denk inderdaad: van jeetje, ik ben nu inderdaad <coughs> opeens helemaal actief in het podcastwereldje. Maar hè, wie ben ik nou eigenlijk? Ik heb zelf uh, twee podcasts. Uh, ik heb echt niet een miljoen luisteraars. Ik verdien hier niet een volledig inkomen mee met, met mijn podcast. Um, het is niet super professioneel. Ik heb geen studio. Hè? Wie ben ik nou om hier iets over te roepen? Maar goed, aan de andere kant denk ik dan... Ja, hoe cares? <laughs> ik hoef ook niet alles te weten om er iets over te roepen. Ik denk dat je vooral... Ja je, je, ja, je moet beginnen en dan word je vanzelf beter in plaats van je moet eerst de beste zijn om te beginnen. Nee, je wordt pas de beste als je begint. En ja, bovendien heb ik, hoef ik ook helemaal niet per se de beste te worden. Ik doe gewoon mijn ding en uh, ja, iedereen mag dat doen. Dus ja, op het moment dat ik denk van hey, ik heb een klein beetje imposter syndrome en ik twijfel aan mezelf... Meestal probeer ik dat dan eigenlijk um, van tafel te vegen en gewoon door te gaan met wat ik doe. Dus het is niet dat ik die gedachten nooit heb, alleen ik laat me er gewoon niet door tegenhouden. Dus nou ja, als ik, um, als ik hem samenvat naar hè, hoe kan je als ondernemer iets nieuws gaan doen, hè, hoe begin je eigenlijk weer opnieuw, dan denk ik dat je heel vaak niet opnieuw hoeft te beginnen, maar gewoon kan voortbeduren op iets wat je eigenlijk al doet. En ja, op het moment dat je iets anders wil gaan doen, maar je hebt nog echt helemaal niks gedaan daarin, dan denk ik altijd, hoe leuk vind je het dan? Want op het moment dat ik blogger werd, ja, dat deed ik niet omdat ik dacht dat ik ooit daar geld mee ging verdienen. Uh, op het moment dat ik ja, als hoogredacteur was voor het faculteitsblad, dat deed ik echt helemaal vanuit passie. En hetzelfde geldt natuurlijk voor mijn boeken die ik heb geschreven. Dat, dat waren in principe echt passieprojecten en niet... Dat ik dacht van, oh, dit is slim voor mijn marketing. Tuurlijk, dat, dat gebruik ik nu slim voor mijn marketing. Maar dat was echt niet de echte reden. En het podcasten, nou ja, Idem Dieter ook zei het in het begin al. Maar het starten van de podcast en het interview van mensen. En ook de podcastparty. Ja, dat is nooit gedaan met, de, met het idee om uiteindelijk nu, in 2024, een bedrijf te beginnen in podcasten. Dat is echt niet het idee geweest. Ik ben helemaal niet zo... Strategisch dat ik vier, voor vier jaar een plan heb waar ik zo lang aan werk. Ik, um, nee, ik, ik, wat dat betreft kijk ik veel korter vooruit. Het is wel zo dat op het moment dat ik um, in uh, mei besliste om echt verder te gaan in, deze, in dit vakgebied, dat ik wel dacht: oké, okay, ik moet zo snel mogelijk die reputatie switchen en zo snel mogelijk nog meer autoriteit opbouwen. Dus wat ik bijvoorbeeld heb gedaan sindsdien, is dat ik eigenlijk best wel snel heb geroepen, ook online van hey, ik stop als business coach en ik ga verder met podcasten. Omdat je eigenlijk zo snel mogelijk die reputatie wil switchen. En dat is iets wat ik natuurlijk ook al vaker heb moeten doen. Want ja, eerst kent iedereen je als jurist. En opeens moet iedereen je kennen als redacteur. En daarna moet iedereen je kennen als PR-adviseur, en daarnaast business coach. En ja, nu moeten ze me weer kennen van het podcasten. Dus hè, het is best wel moeilijk om natuurlijk die reputatie snel te switchen. Maar wat wel helpt is om het natuurlijk zo snel mogelijk dan mede te delen. Want zo, zolang ik het niet deel, die switch, blijven mensen mij kennen als Suzanne de Business Coach. Dus ik heb zo snel mogelijk gezegd: van ik stop daarmee, of ik ga ermee stoppen en ik ga hiermee door. En wat ook helpt is dat ik toen um, uh, een gastblog ben gaan pitchen bij uh, Frank Watching. Dat is een marketingplatform. Dus ik heb daar een gastblog... Uh, uiteindelijk mogen schrijven over podcast advertising. Ja, dat helpt toch mee aan mijn autoriteit. Kijk, ik had hem ook voor mijn eigen blog kunnen schrijven... van podcastpioniers, Maar ja, daar bereik ik alleen mensen die mij al kennen. Die, mij al, die, hè, die al op mijn site zijn gekomen. Terwijl met Frankwatching bereik je een nieuwe doelgroep... die mij nog niet kent. Um, en het geeft meteen externe autoriteit. Omdat ik op een ander platform dit heb mogen zeggen... Uh, ja, geeft het me toch meer credits dan dat ik het op mijn eigen platform deel. En dat is weer natuurlijk de kracht van PR. En ja, daar heb ik ook ervaring mee. Dus dat is niet voor niks dat ik dat inzet nu. En dat, ja, dat maakt ook weer het cirkeltje rond voor mij. Dat je dus nooit helemaal opnieuw hoeft te beginnen... maar dat ik eigenlijk al die ervaringen ook weer meeneem nu. Want wat ik heb gedaan qua switches... dat kan ik nu weer herhalen. Hè? Weer die reputatie switchen en... Nieuwe autoriteiten uitbreiden. PR, zet ik, pas ik weer toe. Maar ook inhoudelijk het werk wat ik nu doe bij Podcast Pioniers. Dat is ook een combinatie eigenlijk van wat ik heb gedaan. Als blogger zelfs, als blogger en influencer zelfs. En ook als PR adviseur en ook zelfs als business coach. Gewoon heel veel pitchen en ja, matches zoeken. En um, ja, überhaupt als business coach heb ik natuurlijk anderen geholpen om... Een sterk bedrijf te bouwen en, en marketing te doen en schalen. En ja, dat kan ik nu allemaal weer zelf toepassen op, op podcastpioniers. Dus ja, dat vind ik heel leuk om te zien. Dat dat allemaal weer samenkomt en dat je dus nooit helemaal opnieuw begint. En zeker niet opeens, maar dat je voortbeduurt op wat je al doet of hebt gedaan. Um, wat wilde ik nog zeggen? Hoe je iets nieuws kan doen. Switches, oh ja, die reputatie opbouwen, die reputatie omturnen vooral. Uh, ik heb dus die, die blog geschreven voor frankwatching, maar wat ik ook um, heb gedaan is toch zo snel mogelijk stoppen als business coach. En dan denk je misschien, ja, leuk, maar hoe doe je dat financieel? Want als je stopt met het één en je gaat een nieuw bedrijf bouwen met iets anders, dan is er een soort gat in inkomsten. En dat is natuurlijk wel een ding. Want. Ik heb niet een extreem grote buffer. En zeker niet omdat ik. Uh, ik heb wel een buffer, maar die is voor mijn sabbatical. Ik ga in uh, oktober op sabbatical voor een half jaar. Dus ik wil niet die hele buffer er nu doorheen jassen, want dan heb ik niks meer voor, voor mijn reis. Dus ja, ik zat ook wel financieel te kijken. Van, ja, wat is nou handig hè? Want je wilt het ene afbouwen en het andere opbouwen, maar dat er gaat tijd overheen. En wat ja, dan verleidelijk is, is om. Ja, dus te laten verleiden om wel business coaching te blijven doen, zodat er geld binnen blijft komen. Alleen dat is ook gevaarlijk. Want op het moment dat ik blijf business coachen, dan blijf ik bekend staan als business coach. Dan blijf ik um, ja, weliswaar geld verdienen, maar ik heb ook geen tijd om te werken aan een nieuw bedrijf. Dus eigenlijk, zowel qua reputatie als qua tijd, kom je in een knel. En daarom heb ik ervoor gekozen om zo min mogelijk business coaching te doen. En in ieder geval er zo min mogelijk nog over te praten. Kijk, achter de schermen heb ik nog een klant tot en met september. En ik heb, als ik dit opneem, heb ik net ook nog iemand één op één geholpen met een losse sessie. Dus ik doe het nog wel, stiekem. Om ook toch wel wat cash te, te blijven verdienen. Um, en ik vind het ook heus nog wel leuk, alleen gewoon niet al te veel. Uh, maar daar praat ik dan niet zoveel over, omdat ik dus niet bekend wil blijven staan als businesscoach. Maar juist zoveel mogelijk bekend wil gaan staan om podcastpioniers. Dus het is echt, mensen onthouden wat je zegt. En je, en je gaat bekend staan om de dingen waar je over praat. Dus als jij ja, vier keer in de week laat zien dat je aan het crossfitten bent, dan gaan mensen je kennen als die crossfitter. En als je alleen maar foto's van je kind deelt, gaan mensen je kennen als die moeder. En als jij alleen maar ja, deelt over podcasten... dan gaan mensen je kennen heel snel als podcaster. En dat is wel echt de kracht van herhaling... en ook de kracht van de selectieve uh, weergave van Instagram. He, je kan laten zien wat je wil. En mensen weten van je wat jij wil dat ze van je weten. En dat betekent niet uh, ja, dat je heel sneaky uh, de werk moet gaan... maar wel dat je daar een beetje slim mee kan omgaan... door vooral te delen waarvan je weet... He, waarvan je wil dat mensen jou, um, jou kennen, uh, hoe je wil dat mensen jou gaan zien en hoe jij dus bekend wil staan. En op het moment dat jij te veel deelt over iets waar je niet meer onbekend wil staan, ja, dan moet je er ook niet veel meer over delen. Dus dat is in ieder geval ook echt een tip die ik iedereen aanraad die zijn reputatie wil switchen: deel over de dingen waar jij meer van wil, wat je aandacht geeft groeit. En dat betekent niet dat je achter de schermen direct met alles hoeft te stoppen. Want ik snap heus wel dat je ook geld wil verdienen. En tegelijkertijd zijn er denk ik ook middenwegen mogelijk. Dus op het moment dat jij iets aan het opbouwen bent, wat niet meteen geld oplevert. En je hebt ook geld nodig voor de korte termijn. Dan kan je natuurlijk ook een bepaald verdienmodel bedenken. Wat nu cash in het laadje bedenkt. Maar wat ook een beetje werkt voor die reputatie. En dat is eigenlijk wat ik afgelopen. Of ja, deze zomer heb mogen doen voor Elvin. Ik heb hun podcastserie Wat Schuift het? gehost. En daarmee heb ik, um, nou ja, toch een leuke factuur kunnen sturen. Die mij de zomer door heeft geholpen, deels. Uh, en tegelijkertijd is dat supergoed voor mijn autoriteit, omdat ik daarmee me weer extra heb geprofileerd als, als podcaster en podcast-expert. Um, ja, dus dat, uh, dat zijn ook dingen die wel geld opleveren, snel, en, maar die ook bijdragen aan die lange termijn reputatieswitch. Hetzelfde geldt natuurlijk voor mijn eigen podcast sponsors. Ik heb uh, begin deze zomer heb ik ook een tweede podcastsponsor gevonden. Die horen jullie natuurlijk in deze aflevering ook, Rowena. En um, ja, Rowena betaalt mij per aflevering een bedrag. En dat is voor mij natuurlijk heel fijn, dat ik, dat ik die inkomsten heb en dat het ook stabiel is. Want ik weet elke maand dat dat binnenkomt. En tegelijkertijd draag dat weer bij aan mijn eigen autoriteit in de podcast advertising wereld. Omdat ik laat zien van, hé, hey, ik heb zelf ook weer een sponsor geregeld voor mijn eigen podcast. En ik kan dit ook doen voor jouw uh, podcast. Nou ja, dus ik hoop dat als je een switch wil maken, maar dat het financieel lastig is, dat je dit kan onthouden. Dat je dus één, achter de schermen gewoon nog een beetje kan doen wat je al deed. Of dat je juist iets anders kan gaan doen wat snel geld oplevert. En waar je ook aan je uh, re nieuwe re reputatie mee kan werken. Nou, ik ben heel benieuwd of er vragen over zijn. Het is natuurlijk best wel een specifiek onderwerp. Maar ik heb zo'n gevoel dat er best wel wat ondernemers zijn die, ja, die twijfelen over... Is dit het nou? Wat kan ik anders doen? En hoe maak ik dan die switch? Want misschien weet je stiekem al lang dat je iets anders wil gaan doen. En ook misschien wel in welke hoek. Alleen ja, hoe doe je dat? Hoe, hoe maak je de switch zowel financieel als qua... Reputatie, als ook wel uh, de onzekerheid en uh, het imposter syndroom. Laat het me weten, Ik vind het echt heel leuk om je van je te horen. Uh, mag ook in een uh, opmerking, natuurlijk onder de podcast of, uh, of op Instagram, het uh, Vrije Meid. Dankjewel voor het luisteren. Super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzicht heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel leuk vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media of een review kan achterlaten. Hopelijk weer tot volgende week bij de Vrije Meid Podcast.